is het zover. 28 juni. En wat gaan we doen? Trekken, even een half uurtje chillen en dan nog anderhalf uur karren. Bram eens even op onderzoek uit. Ik ga even wat vieze dingen doen in het bosje, denk ik. Eindelijk aangekomen. 11 uurtjes gereden. Bijna 1100 kilometer. Maar ja, het ziet er prachtig uit. Het is mooi weer. Daar komen we ook een beetje voor natuurlijk. Of niet, Bram? Zeker. Gaat echt een topsessie worden, hoop ik. Dat was ook nog een dingetje. Op het laatste moment een aanhanger moeten huren. Omdat ik gisteren mijn uitlaatronde vandaan reed. Omdat... We hadden het er net over of er iets mis zou gaan deze vakantie. Maar er is al wat misgegaan. Ja, inderdaad, ja. En wat hebben wij gehuurd? Een Raptor Vlot. Vlot is te water. Ons drijvend huis voor de komende 2 weken. Fucking dit. Zo dan. Zo. Blijf vanaf de lot. Op het vlot. Ja. Dit is echt fucking baas. Zelfs met de elektromotor, lekker varen. Alle zooi. Tentje erop. Het gaat hem worden, jongen. Kijk, scheutje baby's in de koffie. Tijd een extra scheutje, natuurlijk. Oh, zo. Nou, dat is wel iets meer dan een scheutje. Normaal een scheutje. Horen. Nou, Bram die was even andere stek aan het aanvoeren. Ik lag nog op ene oor. En wat denk je? Hij loopt af. Mooi spiegel. Dus de kop is eraf. Bok ze maar, hè? De eerste is binnen. Altijd lekker als de kop eraf is. Prachtige spiegel. Super dit. En in wat voor decor? Engels binnen en varen.
hebben vannacht 2 vissen verspeeld. Ik zou zeggen dat hoort er ook bij, maar heel zuur. 2 keer finale voorslag door midden. We proberen nu, we voeren hier nog even een emmer. Dan gaan we vannacht op een andere stek. En dan komen we hier morgen, als die andere stek niet loopt, komen we hier nog 1 keer terug. Even chillen. Over 2-3 uurtjes. Op naar de volgende stek. Lijnen erin. En rossen. Nee. Ja, we gaan het zien. Ja, zou je denken. En die hengel, die gaat stappen. Nou, de volgende stuwvak. De eerste stuwvak zat niet echt mee, jammer genoeg. Dus ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat zei het, Tinus? Gaat goed komen. We hebben de boot in laten gevonden. Dus gas zoeken. Gas. Nou, jullie gaan het zien. Vlot witte water. Zodiac. En we hadden een uitzichtje weer. Dit stuwvak is ons niet gegund. Gaan we alles weer pakken en dan gaan we 50 kilometer verderop. Waar Bram al eerder geweest is. Hopen dat het daar wel wil lukken. Even een kleine tussenstop. Het zit allemaal niet mee met vissen. Dus ja, we moeten onszelf maar een beetje verwennen. Lekker biefstukje op. Boodschappen doen. Dan gaan we er weer tegenaan. Hoop op een dikke bak. We gaan het zien. We hebben hier ook mooi weer. Kassen, varen, voeren. Kan nog niet lukken. Komt altijd goed. Komt altijd goed. Laat het hopen. Maar na heel veel nachten niks, loopt hij af. En wat voor een. Zoals je hoort, tweede vis in een anderhalve tijd. Mooi spiegel. Dikke bak van vannacht. Echt een brute rivierschub. Wist hij wel? Dikke stuk. Heel blij mee. Wat een beloning. Wauw, hè. Nee.
niet lang. Blijft. Het zou mooi zijn, dat beloofd kan wel mooi. Ja, deze mag weer zwemmen. Eentje voor de toekomst. Sowieso. Mooitje. Lekker. Blijft niks, heel deze vakantie. Elektromotor stuk. Eén schepnet stuk. Nummer 2, ook stuk. Met een vis. Met een vis. Tilt net omhoog. Vis weg. Gelukkig wel vis kunnen vangen. Dus even de reparatiekit tevoorschijn en we kunnen weer. Kassen naar een andere stuk. Dan eerst even lekker barbecuen. Tien is druk bezig met de barbecue aansteken. Kan je wel zien. Oude pyromaan. Nee, precies. Dikke spiegel in de pocket. Lekker hoor, echt fucking heerlijk. We liggen een uurtje in. Ongelooflijk. Gaat vanaf. Dikke pak. We hebben ze nog een stukje groter zien zwemmen, dus wie weet. Oh, dit is zo heerlijk gevoel, jongen. Eindelijk begint het te lukken en te lopen. Eindelijk. Weer een mooie vis. Nieuw stek. Binnen een uur loopt hij af. Prachtig. Mooie oude rivierbuffel. En de nacht is nog jong. En de zonnetje, uur later, noodweer. Het vlot dreef een beetje af. Het gaat helemaal los. Foutje lompigheid. Ja, ik moet gewoon trekken, denk ik. Ja, je moet echt keihard trekken, jongen. Ik had het bij mij. Gaan we even naar de supermarkt.
Ik ben even volgens omlijntjes aan het maken. Voor de aankomende nacht gaan we weer naar een nieuwe stack. Die ligt daar achter. Bij dat wierveld. Vanaf de allergrootste kleine haas gevangen hebben, ga het even iets anders aanpakken. Hier wat fluootjes, kleine broodjes. Hoe we deze gevangen hebben, niet normaal. Triple run, deze moesten we dus laten gaan. Soms een muur vast in een enorme boomstruik. Maar na een halve kutte, nee, iets minder misschien. Toch gevangen. Niet groot, maar het is een vis met zwemmen. Zeker weten. Gewoon een hele mooie vis. Een kilootje op 16 zeker. Dus hopen dat we nog meer kunnen. Water. Een bonk spier. Ja. Vannacht. Oude strijder. Is die jammer voor zijn staart? Je moet er niet blij mee. Vandaag even lekker gechilled, camping, boodschapjes gedaan. En hopen dat we vannacht weer wat moois opbrengen. We hebben ook medevissers op dit stuk. Oude stekkerpezers. Door de sluis, de boer even open draaien, de boot erin, de boer dicht draaien. Een stortbuitje. Het zal de vangsten goed doen. Nou, lekker eten. Kijk wat voor lekkers Martijn aan het klaarmaken is. En gezond. Gezond. Het is echt wonderbaarlijk hoe gezond wij deze vakantie eten. Ja. Ik hou het niet mee. Precies. Wat is die? Pak van vannacht. Super good, people. Echt een oude rivierstrijder. Super blij. Onderweg naar de nieuwe stack, ben ik even een voertje aan het maken. Kruimen de tijgers, hele tijgers, hele bolies, halve bolies. Een visje met de crunch van Strategy Baits in de mix met tijgers. Er staat nog wat in de week. Nu wat slijmy.
Dus kom helemaal goed weer vannacht. Twee bakken. Twee, Brit. Hier zwemmen. Jongens, dit is fucking bizar. We pakken een half uur geleden pakken we een dikke 20 kilo. We zitten lekker na te praten, om te vieren. We denken eigenlijk nog een keer. En er ligt gewoon weer een zieke bak in. Net gek. Echt een mega schub. Boom, boom. Lekker zeg. Dit is te bizar voor woorden. Zo strijd je een week voor een visie en zo vang je 22 kilo vissen in een half uur. Echt. Onbeschrijfelijke momenten dit. Twee bakken in een uur. 20 kilo plus. Twee keer drank. Precies. Proost. Goedemorgen jongens. Jullie hebben het spektakel van vannacht natuurlijk al gehoord en gezien. Bram is even naar de camping en kijk wat er gebeurt. Ik probeer hem te bellen, hij neemt alleen niet op. Hij loopt af. En weer een zieke lippenpak. Dit is bizar. Holy shit. Ik sta helemaal te shaken. Ik had geen boot. Ik lag over allemaal bomen heen te vissen. Maar lang leven het flessensysteem. Echt bizar dit. Ik wacht even op Bram. En dan gaan we de foto's in. Wat is die dan? Lang verwachte bak. Echt, alles komt altijd goed, zeggen ze. En dan weet ik echt. Wat puf. Leuk filmmomentje. Goed teken. SD-kaarten zijn vol. Dus even snel alles overzetten op de laptop. Er liggen nog twee hele dikke bakken te wachten. Dus. Toch, Dinus? Nee, wat een sessie. Ongelooflijk. Nou, daar is hij dan. Buffel van vannacht. Zo super blij mee. Niet normaal. Vierde vis van de dag. 30 kilo vis. Bizar. Wat een dag. Verzuur je armen al een beetje? Oh, kan niet meer. Dit, hier doe je het allemaal voor. Twee weken strijden. En dat zo in de ene laatste nacht. Bam. En die rivier ligt vol met obstakels en vol met wier. Om dat allemaal een beetje te omzeilen, vissen wij met het bovensysteem. Even laten zien. Dit is een fles. Hier heb je een leader. Dat is ongeveer 1,5 meter. Je fles zit aan de hoofdlijn. En die loopt door een wortel met een grote ring. Waardoor die kan glijden. Wat er dus voor zorgt dat eigenlijk altijd de vis opwaartse druk voelt. Voor de rest vissen we met een 2 tot 300 gram lood. Vanwege de stroming en vanwege de fles. Een wat langere onderlijn. Dit omdat de lijn recht naar boven loopt. En we een beetje willen voorkomen dat de karper tijdens de azen direct tegen de hoofdlijn aan zwemt. Voor de rest is het vrij simpel.
lijnetje, 24 mm bolie met een 10 mm nou, pop-upie. De laatste avond is aangebroken. Alle hengels liggen weer op scherp. De sessie is al geslaagd. Maar we hopen toch nog op een mega pak. Of niet, Bram? Mooi afsluiten. Ja. Zou heel dik wezen. Misschien tot vannacht. Zou mooi wezen. En anders tot morgen goed. Adio. Nou, laatste ochtendje dat we zo wakker worden. Het was niet heel veel vannacht. Eén klein visje. De nacht daarvoor. Zeker. Meer dan geslaagd. Ja. Alles sowieso opruimen en dan op naar Nederland. Laat in een bericht dat het wel lekker druk is, dus het zal lang gaan duren. Het was geslaagd. Zijn we aan het opruimen? Jammer genoeg. Janken. Te janken. Ingrid de Pessoy natuurlijk. Maar goed. Stampt in de auto. Nederland maakt het weer lekker schoon. Heel de weg, nog geen file gehad. Volgens mij zaten we aardig op een goede route. Niet op de route Slij gelukkig. Wat denk je? Recht voor ons neus. Een ongeluk. What the fuck. Niet normaal. Nou, tieners, kleine vertraging. Zwarte zaterdag. Waar zijn al die auto's aan gebleven? Ja. De hele weg voor ons alleen. Lekker. Nou ja, ik heb gelukkig niet zo lang geduurd. Maar we rijden weer. We zijn er weer. Bijna. Klein stukje. De reis is aardig goed gegaan. Zeker. Nog zeker. Zwarte zaterdag, maar eigenlijk een klein ongelukje na, geen file gehad, dus niet verkeerd. Helemaal top. Het was een top vakantie, geslaagd. Zeker weten. Goed gevangen. Kan niet beter. Eén groot avontuur.